Gert, op het Elfstrandfeest schijnt de zon. Over de arbitrage op de EK hoorde je donder en bliksem de afgelopen twee dagen. Wat vind jij ervan? Ja, daar word ik niet vrolijk van. Piet Luttig gefloten een aantal opzichten. De eerste wedstrijd twee hele dubieuze gele kaarten in het voordeel van het thuisland. Verder valt me op dat heel snel gefloten wordt. En in de wedstrijd van Nederland, in mijn ogen Nederland natuurlijk een strafschop moeten hebben. En eigenlijk toch ook, zou ik gaan zeggen, de Grieken tegen de Polen. Die is eigenlijk ook een soortgelijke handsbal. Ja, ook nog. Dus de eerste wedstrijd was helemaal dramatisch gefloten, vond ik. Ja. Maar die lijn werd wel doorgetrokken. En misschien zijn het weer de nieuwe instructies geweest voor de scheidsrechters. Die ook onder grote druk staan. Maar het valt me nog niet mee. Maar een instructie kan toch nooit zijn, als je hand ziet, moet je niet fluiten in het strafschopgebied. Ja, onbegrijpelijk. Plus het feit dat de arbitrage ook nog ondersteund wordt door mensen achter de goal. Dus er zijn zoveel scheidsrechters en niemand die echt een beslissing durft te nemen, lijkt het. Enige positieve punt, die bal van de wedstrijd bij Duitsland-Portugal die echt op de lijn was. Er stond zo'n mannetje naast en deze keer had hij het gewoon goed gezien. Eigenlijk bijna verrassend. Ja, gelukkig wel. Dat was dan het lichtpuntje. Laten we nog één lichtpuntje dan noemen, dat moment. Ja. Dankjewel.